Eigenlijk ben je bezig met een archeologie en een bouwproject waarbij je eerst de originele constructie zoveel mogelijk terugbrengt. Ik zie dat hier ook een heel stuk ontbreekt van zien van wat is daar uitgekomen? Wat zat daar van oorsprong? Dit stuk komt hier weer in terug. Voor zover ik heb kunnen zien is dat nog behoorlijk compleet. En al deze verbindingen die worden gerepareerd en weer teruggeplaatst. Ja. Ja. Zodat de gevel weer één geheel wordt. Ja. En het is niet de bedoeling dat het er heel anders gaat uitzien. Maar je moet wel een rustig beeld hebben alsof het apostelhuis weer heel is. De tweede verdieping en het dak was scheef gezakt. Bij het opkrikken van deze kant van de tweede verdieping gebruik je eigenlijk net als in de bouw stempels. En die stempels die kun je dan steeds ietsje hoger maken. En dan zet je ze voorzichtig tussen de vloer en het dak in. En op deze manier is het dak omhoog gebracht. Tijdens het schoonmaken zijn er nog meer onderdelen gevonden die los in het apostelhuis lagen. En dan wordt er aangetekend waar het gevonden is, zodat je nadat de constructie weer goed is van het huis, je alle onderdelen terug kan gaan zetten. Die ga je dan niet zomaar terugplakken en zelf interpreteren hoe dat wel gezeten zal hebben. Je doet alleen dingen waarvan je zeker weet dat het juist is. Het kan zijn dat er dus bepaalde onderdeeltjes niet worden teruggeplakt, maar die worden dan los bewaard bij het apostelhuis.